Een slappe speech van de eerste de beste schepen met een stinkende adem. Een slap applausje. En jij die je hypocriet voelt omdat je wel ja zegt, maar op dat moment alleen maar kunt denken... Ja, eigenlijk vind ik je nu helemaal niet zo'n toffe. Ik ben verliefd geworden. Oh. Ik heb trouwens gedroomd dat ik met je zus naar bed ging. Eigenlijk is het raar dat dat er nooit van gekomen is. Hè? Als ik lief was of veel aandacht gaf, dan werd ik beloond met een kooi. Dus me gaf ik die aandacht niet, werd me de toegang ontzegd. Het was heel simpel, ik moest gewoon betalen. Dan had ik eigenlijk beter naar de hoeren kunnen gaan. Echt waar? Grappig. Mijn broer zal dat wel hetzelfde zijn, zeker? Chance dat ik er geen heb. Stiefbroers stellen die, neem ik aan. Nee, dat is anders. Hè. Daar heb je niet die dreiging van de gelijkenis. Daar zijn alleen maar... Oeh, wat bedoelde? Echt waar? Wie? Gelukkig zijn jij geen actrice geworden. Want dit is wel heel slecht theater, hoor. Serieus? Ja, en de vraag is toch ook, is er nu een wezenlijk verschil tussen ja zeggen en niet nee zeggen?